Een korte gijzeling en een brandstichting. Hetzelfde slachtoffer en waarschijnlijk dezelfde dader. En het begon allemaal hier in Eindhoven in de Robbenstraat. De straat waar ook de moskee is gevestigd en aan het eind een Marokkaanse supermarkt. In maart wordt hier een vrouw door een man 2 keer lastiggevallen en dan loopt het nog goed af. Maar op die zaterdagochtend 12 april, als de vrouw op weg is naar de supermarkt, gaat het fout. De eerste keer was zaterdag 15 maart en een week later weer op zaterdag 22 maart. En dan is het zaterdagochtend 12 april tegen 11:30. De vrouw is onderweg naar de supermarkt voor haar boodschappen. Uit het niets ineens weer diezelfde man. Ik wil je hebben! Ik wil je hebben! Nee, laat me los! Ze is zo bang dat hij haar doodschiet dat ze gewoon doet wat hij zegt. Ik vind jou mooi. Ik wil jou hebben, begrijp je dat? Als je niet met me meegaat, dan steek ik jouw huis in de fik. Ik steek je kinderen in de fik. En ik steek jou in de fik, begrepen? Waar is jouw telefoon heen? Ik heb geen telefoon. Waar is jouw telefoon? Die is er niet. Die heb ik in de auto. Schiet op, meteen halen dan. Ja. Meteen. Schiet op. Totaal onverwacht loopt ze dan toch ineens weer buiten. De man volgt haar niet. Ze grijpt haar kans en rijdt zo snel ze kan bij de man vandaan. Diezelfde avond om 9:15 is de vrouw veilig thuis bij haar kinderen. Met de oudste kijkt ze wat tv en de jongste van 3 ligt boven te slapen. Ze probeert te vergeten wat er vandaag gebeurde. Uit angst heeft ze nog geen aangifte durven doen. Dan ineens hoort ze iets in de gang. Oh mijn god, wel 1-2! Ze denkt nog maar aan 1 ding. Haar kinderen veilig het huis uit. Doordat de vrouw zo snel heeft gehandeld, heeft ze erger weten te voorkomen. En ook de buurtbewoners hebben geholpen en mijn collega's die snel ter plaatse waren, konden gelukkig de brand ook snel blussen. De vrouw en de kinderen zijn nog steeds bang. Bang dat de man zal terugkomen en ze alsnog iets zal aandoen. Wat weten we van hem? Het gaat om een getinte Arabisch sprekende man van een jaar of 40. Hij is ongeveer 1,80 meter lang, heeft een glad geschoren kaal hoofd en een litteken in zijn gezicht. Hij droeg een blauwe gewatteerde jas tot net over de heupen. Zwart shirt en zwarte broek met eronder zwarte Adidas schoenen met rood-groene strepen. Aan zijn linkerhand droeg hij een gouden trouwring. Als u een vermoeden heeft wie dit kan zijn, bel dan meteen. En we zoeken natuurlijk ook getuigen, mensen die iets opvallends hebben gezien. Hier in de buurt van de woning van de vrouw aan de Saldares in Best. En dat was op zaterdagavond 12 april rond 9:15. En twijfel nou niet of datgene wat u te melden heeft belangrijk genoeg is. Maar bel altijd, want elke tip kan ons helpen die dader te vinden. Misschien heeft u iets gezien van de getinte man die de vrouw tegen haar zin over straat meenam en haar in een auto liet stappen. De auto stond geparkeerd in de Robbenstraat in Eindhoven. Het was een zilvergrijze vierdeurs Mercedes. Waarschijnlijk een E-klasse uit 2004 met zwarte leren bekleding en een Nederlands kenteken. Op de asbak stond een plaatje van een hennepblad. Wie zegt dit iets? De politie gaat vertrouwelijk met uw informatie om en zet alles op alles om de dader te vinden. Het nummer van de tiplijn is 0800 60 70. Zonder uw naam te zeggen iets vertellen, dat kan ook. Via het nummer van Meld Misdaad Anoniem. 0800 7000.